De volgende ochtend gaan Martine en Erika er in alle vroegte op uit. Oh, gaat het wel? Oh, iedereen. Oh! Tot snel. Kijk, ik heb een zak. Nou, wacht maar. Die ga ik even leggen. Jawel. Die zou ook kunnen helpen, bijvoorbeeld, hè? Nou, wat geeft dat nou? Kan je toch omheen rijden? Nou, mij niet bellen. We willen voor in die vijf bakken willen we bloemetjes. Ja. Weet je die dingen ook weer die jij wil? Petunia's. Petunia's. Dat is het. In Frankrijk zijn de zogenaamd niet noodzakelijke winkels lang dicht geweest. Maar het tuincentrum in de buurt is net weer geopend. En er mogen dus maar 35 personen in dat hele grote pand. 35, ja, daarom is het goed dat we vroeg zijn. Ja, dat is dan heel weinig. Dan kan je in een rij, dat is heel weinig. Kijk, nou, er staat zeker al een hele rij. Meid, een hele rij alweer. Nou, wij moeten heel gauw een dingetje pakken, een karretje. Kijk eens. Ja. Meid. Het lijkt alsof de hele stad vandaag plantjes wil kopen. Alsof het voorjaar nog ingehaald kan worden. Nou ja, je ziet het inderdaad. Ik ben blij dat wij vroeg zijn gaan rijden. Want het is vreselijk een hele rij. Na een half uurtje mogen ze eindelijk naar binnen. Nu maar hopen dat niet alles al is uitverkocht. Ik vroeg dat meisje. Waar zijn de petunia's? Nou, ze zegt, die hebben we niet. Ik zeg, nou, hoe kan dat nou een jaar geleden? Van rijen met petunia's hier. Ja, ze zegt, maar vorig jaar hadden wij ook geen corona. Kijk, het is allemaal leeg. Wat vreselijk. En zijn ze eindelijk open, ze na weken gesloten te zijn. En dan hebben ze helemaal geen goede voorraad. Maar zinloos is het bezoek niet. Er is wel een kettingzaag. Snel naar huis om de nieuwe aanwinst direct uit te proberen. Oh, hadden we die andere weg kunnen nemen. Andere weg? Ja hoor. Wij kunnen er gewoon omheen. Wij gaan er niet omheen, wij gaan hier rechtsaf. Oh, mag dat van de buren? Ik mag dat van de buren. Oh nee, ze zijn niet gelukkig. Oh ja. Oh, godverdomme, de hele auto kapot. Oh, wat erg. Nee joh, dat schraapt alleen een beetje over. Hier, zij zit ook helemaal. Oh, wat erg. Helemaal kapot. Wat een rotpad van die buren. Nooit meer. Oh, volgende keer gaan we daar langs. Hele onderkant. Volgende keer gaan we gewoon het andere pad nemen. Nou, lekker. Daar zijn we weer. Nou. Hoorde je helemaal dat geschraap van de auto? Ja, joh. Dat is toch niet normaal? Vol tegen de onderkant aan. Ja, dat ligt helemaal open, maar je kan het niet zien, want het is te laag. Ja, nee, het ligt helemaal niet open. Het is namelijk aarde waar je overheen schraapt. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.